Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op woensdag 31 oktober. Het is rustig weer in Nederland. Na alle onstuimigheid en regen van gisteren is het momenteel droog en vrij zonnig. Alleen in het zuidoosten van het land daar zien we wel wat meer bewolking. En die bewolking die schuift langzaam maar zeker wat meer naar het noorden. Ook op de Wadden zijn nog wat dikkere wolkenvelden aanwezig. En daar zou misschien nog een enkel buitje kunnen vallen. Veel stelt het in ieder geval niet voor. In de loop van de middag vanuit het zuiden wel dus meer bewolking. En in de zuidelijke provincies is het niet uitgesloten dat er later vanmiddag en met na ook vanavond wat lichte regen of motregen lokaal gaat vallen. Want lang niet overal verwachten we de neerslag. De temperatuur die ligt vanmiddag, zo rond de 11 graden. Vanavond is het met die bewolking ook nog vrij zacht. Nauwelijks een daling van temperatuur te bespeuren. Het is zo'n 9 tot 10 graden. Alleen in het noordoosten, daar kan de temperatuur iets verder dalen, omdat daar de opklaringen het langst aanwezig blijven. Wat de wind betreft, die waait uit het zuidoosten, is overwegend matig. Aan zee staat vanmiddag nog wel af en toe een vrij krachtige wind. Ja, morgenochtend dan is het eigenlijk wel weer overal droog. Is er ook weer wat zon, maar vanuit de zuiden komt een nieuwe storing onze kant op en dat betekent in de middag echt wel wat dikkere bewolkingen. Dan is de kans op regen ook wat groter. De lucht is ook wat zachter en dat betekent dat de temperatuur op kan lopen naar zo'n 13 tot 14 graden bij een matige zuidenwind. En daarna, ja, dan gaan we toch weer even terug naar de weerkaart en dan laat ik u het lage drukgebied zien ten. Westen van de kaart of op het westelijk deel van de kaart boven de Oceaan. Dat is niet zomaar een lage drukgebied. Dat is namelijk de orkaan Oscar. En de orkaan Oscar die trekt geleidelijk aan naar het noordoosten toe en die trekt precies in het weekend tussen IJsland en Schotland door. Als we de animatie aanzetten, dan kunnen we dat ook zien. Dan zien we dat die depressie steeds meer naar het noordoosten gaat komen. Nu is dat nog een orkaan. Een orkaan van de tweede categorie. Maar de komende dagen zal de wind rond die orkaan wel minder gaan worden. En uiteindelijk wordt het een tropische storm als die dan in de buurt komt van IJsland en Schotland. Zorgt in ieder geval voor flink wat regen daar vanaf vrijdag. En ook flink wat wind. Er komt gewoon wel een zware storm te staan langs de kust. Windkracht 10 is zeker mogelijk. In Nederland is het allemaal. Een stuk rustiger. We kunnen dat ook zien op de weerkaart. Trekken wel wat wolkenvelden soms voorbij. Maar over het algemeen is dat hoge bewolking. Het ziet er eigenlijk vrij zonnig uit voor de zaterdag en zondag. En met die zuidelijke wind ja, wordt afhankelijk nog wel wat frisse lucht aangevoerd. Maar geleidelijk aan zullen de temperaturen omhoog gaan. Ik laat u dat zo zien. Laten we maar even naar die weerkaart gaan kijken van vrijdag. Dan is het in de ochtend op vrijdag nog wel hier en daar wat nat met een buitje. In de middag klaart het sterk op. De temperatuur ligt dan rond de 11 graden. De wind die draait ook even naar het westen toe. En zaterdag ook dan 11 graden. Maar dan blijft het wel op de meeste plaatsen droog. En dan zien we de wind al naar het zuiden draaien. Zaterdag steeds meer zon. Zondag, dat wordt eigenlijk gewoon een heel zonnige dag, zoals het er nu naar uitziet. Met temperaturen die op gaan lopen naar zo'n 13 graden in het uiterste noordwesten. En 16 graden in het zuidoosten van het land. Wat je niet op deze kaart ziet, maar wat ik wel graag vertel, is dat de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag koud zullen zijn. Het is helder, er zijn brede opklaringen. En het kwik kan dalen tot nabij het vriespunt in het binnenland. De voorstaande grond is vrijwel zeker in het binnenland op deze twee nachten. Maar vanaf zondag komt er dus wel zachtere lucht onze kant op. En moeten we maar eens kijken naar begin volgende week. Dit is de, ja, de data voor midden-Nederland. En dan zien we op maandag, dinsdag en woensdag temperaturen die rond de 15 graden liggen. Misschien zelfs nog wat hoger. En voor het zuiden van het land gaan we zelfs naar temperaturen als dit uit gaat komen naar 16 tot 18 graden. En dat is natuurlijk weer bijzonder zacht voor deze tijd van het jaar. Want normaal. Is het een graad of 11? Mijn naam is Remo Klaassen voor Wierplaza. Ik wens u nog een fijne dag.